Ik wil met je delen een paar gedachten over... You need inspiration, my friend. Je hebt inspiratie nodig. Ofwel, wie volgt? Wie volg jij en wie volg... Jij en ik, we hebben inspiratie nodig. We hebben mensen nodig die voor jou een voorbeeld zijn. Als ik je vraag wie volg jij, dan zeg je waarschijnlijk Jezus. Hoop ik dat je dat zegt. En anders kan je er vandaag mee gaan beginnen. En natuurlijk is dat zo. Natuurlijk de Heer Jezus. En hij heeft getoond wat het is om zoon te zijn. Ik heb pas geleden in de kerk op dit moment waar ik spreek, heb ik het een beetje over zoonschap. Dat de Heer Jezus een voorbeeld was. Hij volgde de Vader. Wij volgen de Zoon. Want hij laat zien wie de Vader is. Dus ja, natuurlijk volgen we Jezus. Maar daar houdt het niet helemaal bij op. Want de Heer die wil dat we mensen hebben waar we voorbeelden aan nemen. Ja toch? Dus ik weet niet wie jou inspireert uit de Bijbel. Uit de Bijbel. Je hebt allerlei mensen. Je hebt natuurlijk Ananias. Weet je Ananias? Ken je die nog? Hij was aan het bidden. Hij was een man van gebed. En toen zei de Heer, Saulus is tot bekering gekomen. Ga hem halen. Dat was hij bouwde een brug en hij vanuit een woord van de Heer. Want niemand durfde. Saulus, die de kerk enorm vervolgde, was tot bekering gekomen. En hij bracht Saulus, die later Paulus werd, naar de discipelen. Misschien ben je iemand die... Hij was heel gevoelig voor de aanwijzingen van de Heilige Geest. En misschien voel je een beetje, ben je geïnspireerd als voorbeeld een Jozua in de Bijbel die het nieuwe land inneemt. Wat ik hier zei op het filmpje, leiderschap is mensen daar naartoe brengen waar ze eigenlijk niet naartoe willen. Maar jij en ik weten, dat is je beloofde land, dat heeft de Heer voor je. Misschien voel je een beetje geïnspireerd door Jozua, door Caleb, die op zijn 80ste jaar schijnt het, dat hij zegt, geef mij die berg. En ik ben nog lang niet klaar, wat Pastor Justijn ook vanmorgen zei. Wat je seizoen ook is, je leeftijd ook is. Ik ben nog lang niet klaar. De Heer, it's not over till it's over. Weet je wat die... Misschien zeg je, Caleb is voor mij een voorbeeld. Barnabas is misschien een voorbeeld voor sommigen hier. Een heel ander type weer. De zoon van de vertrooster. Iemand die barmhartigheid en warmte brengt in situaties. Misschien voel je je daardoor geïnspireerd. Dat past meer bij wie ik ben. Johannes Marcus, die genoemd wordt in de Bijbel als de helper. Maar er waren wat issues. Maar later zegt Paulus, breng Johannes Marcus naar me. Want hij is mij tot grote hulp. Sommige mensen voelen zich gewoon, ik vind het prima om te helpen, om te dienen. Wie het ook is. Ja, misschien Jacob, ik heb erover gesproken pas. Die zijn gezin meeneemt in Gods huis. Nadat hij God had ontmoet. God had hem gezegend. En hij zegt, ik zal opstaan en naar het huis van de Heer gaan met mijn gezin. En hem aanbidden. Een voorbeeld voor vaders. Misschien Timotheus, wat Justijn net ook even noemde. Je bent nog een jonge leider. Je staat in de vreugde van je leven. In de jeugd van je leven. Maar je kijkt naar een Paulus. Je kijkt naar een Timotheus als voorbeeld. Hoe werkt dat, Heer? Want dat wil ik ook. Misschien zit je in het worship team. Misschien voel je je een beetje aangesproken door Johannes. Johannes die heel erg dicht bij de Heer Jezus wilde zijn. Veel liefde, veel warmte. Daar bracht de discipel die Jezus lief had. Misschien voel je een beetje geïnspireerd door Paulus. Die gewoon werelddelen op zijn kop wil zetten. En gewoon zegt, voor de naam van Jezus. Wat het ook is. In de Bijbel. Ik hoop. En anders gaan we ervoor bidden. Dat je... iemand of een paar mensen kan aanwijzen, ja, dat is een beetje waar ik naar kijk. Dat zijn voorbeelden voor mij. Het woordje voorbeeld is een heel mooi woord. Want dat is een beeld wat je voor je houdt. En ik ben een beetje bang, niet hier, want anders was je hier niet. Jullie zijn gemotiveerd, je wil de Heer dienen. Dus 30 graden, heel Nederland ligt op het strand, jij zit op een mannendag. En sommige piloten zitten in de vliegtuigen, hebben we ook gewoon net. Veteranendag. Maar als je geen voorbeelden hebt, als je niet, daar wil ik heen, die inspireert mij. Ja, dan staat het een beetje stil. En als je aan een man zou vragen, heb jij voorbeelden uit de Bijbel die jou inspireren om te volgen hoe zij Jezus diende, hoe zij God diende. Soms wordt het dan een beetje stil. Ja, weet niet precies. Mag ik je uitdagen om daarvoor te bidden? En daarnaast, we volgen Jezus, we volgen het voorbeeld van mensen in de Bijbel. En daarnaast heb je mensen nodig, alive en kicking, gewoon vlees en bloed, die voorbeelden zijn voor jou. Als je niet kan aangeven, wie zijn nou voorbeelden voor jou? Ik hoop, je voorganger is bedoeld als een voorbeeld, als inspiratie. Ik hoop leiders,
boven je, om je heen. Ik hoop dat je mensen in de kerk hebt en in je wereld die een voorbeeld zijn voor jou, die jou inspireren en een beeld laten zien over, ja, dat kan ik volgen. En soms betekent het inspiratie, leiderschap, een richting, een koers, een doel met je leven. Soms betekent het, je gaat door situaties heen, door pijn heen, door moeilijke dingen heen, door een moeilijk seizoen. En dan heb je voorbeelden nodig. Levend, niet alleen met alle respect, hè, uit de Bijbel, maar ook gewoon in levende lijf. Ik heb voorbeelden nodig. Hoe ben jij daar nou doorheen gegaan? Hoe ben jij daar nou mee omgegaan? En hoe ben je hier uitgekomen? Je hebt voorbeelden nodig, wist je dat? En ik natuurlijk wist je dat, maar ik wil je ermee bemoedigen. En ik heb een paar teksten daar. Het verbaast me hoeveel teksten er zijn over dit soort dingen. Eén voorbeeldje uit 2 Koningen 5 gaan we niet lezen. Naaman, hij was een overste van het leger, zeer hoog geplaatst, maar hij was melaats. En dat was het slavinnetje, het Hebreeuwse, Israëlitische slavinnetje, die zei, oh, kon u maar... Die werkte dus voor hem. En kon u maar naar de profeet in Israël gaan, want hij zou u misschien kunnen genezen. Dus hij gaat op stap, misschien kent het verhaal, hij gaat op stap met zijn hele arsenaal en alles erop en eraan. Paarden en wagens en noem maar op. Hier komt een generaal binnen. Op bezoek bij de profeet. Elisa, een van de twee. En weet iemand dat? Elisa, hè, geloof ik. Elisa neemt niet eens de moeite om naar buiten te komen. Hij stuurt een knecht. En die zegt... Het woord van de Heer is, ga je 7 keer wassen in de Jordaan. En de Heer zal je genezen. Dus die Naaman, weet je, het legeroverste als die is, die denkt, hallo, ben ik niet de moeite waard om even naar buiten te komen, hallo te zeggen, met alle respect, hey. Dus hij is kwaad. En hij zegt, er zijn in mijn land meer schonere rivieren dan die Jordaan in Israël. Dus hij ging weer terug naar zijn eigen land. Ik dacht Syrië, klopt dat? Kwam Naaman uit Syrië? Weet iemand dat? Nou, al die bijbelschoolstudenten op een rij weten het ook niet. Een ander land dan Israël. En dan zegt iemand, een van zijn dienstknechten, die zegt... Met alle respect, maar als de profeet iets moeilijks had gevraagd, had u het gedaan. En dan had God u misschien genezen. Nou vraagt hij iets heel makkelijk, 7 keer baden in de Jordaan. U doet het niet. Bijna van, let's give it a try, laten we proberen. Dus oké, hij doet het en hij wordt genezen. Nou, het zit hem niet in de handeling. Net als met dopen. Als je nog niet gedoopt bent, laat je dopen. En je denkt, in het water, hup. En hup, is dat nou, moet dat, is dat nou zo belangrijk? Het zit hem niet in het water. Het zit hem in de handeling. Wat leer ik van Naaman? Dat ik op reis moet soms. Daarom zaten we weer in Londen afgelopen week met een paar mensen. Opzoeken. Voorbeelden. Mensen die inspraak kunnen hebben in je leven. En die een voorbeeld zijn. Als je hier zit, soms moet je naar je voorganger toe en een koffie betalen. Heeft u een half uur? Want ik heb een vraag. Er naartoe gaan. Ja, de Heer doet het wel. De Heer doet het door mensen heen. Naaman had kunnen bidden. Ik bid tot de God van Israël. Genees mij. Was er niks gebeurd? Jawel, er was wel wat gebeurd. Misschien heeft hij het wel gebeden. En hij stuurt een slavinnetje. Hij moest zich vernederen om te zeggen, wat, moet ik naar haar luisteren? Die hele reis ondernemen en dan kom ik daar. Hij doet de deur niet eens voor me open enzovoort. Dat is een proces, lieve mensen. Daardoor krijg je de zegeningen en de wonderen en de genezingen. God werkt daar doorheen. Ik hoop dat je mensen kan aanwijzen. En ik hoop dat je geen voorganger bent. Dat een van die mensen die je voorganger is. Ik zie de hand van God en ik begrijp dat God daar doorheen wil. Werk voorbeelden. Zijn zo ontzettend belangrijk. Nou, hier in Filippenzen 3, vers 17. Wie volgt? Wees alle mijn navolgers, zegt Paulus. Hij durft dat gewoon te zeggen. Zie op hen die even zo wandelen. Stel ze als voorbeeld, zie je dat? Gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. In de Bijbel in gewone taal staat het vaak heel leuk. Haal ik er even bij. Vrienden, jullie moeten allemaal mijn voorbeeld volgen. Kijk ook goed naar de mensen die al leven zoals ik. Ik heb het jullie wel vaker gezegd, nu zeg ik het zelfs met tranen in mijn ogen. Hier is een vader in het geloof aan het praten. Tranen in zijn ogen. Toen hij zei, volg voorbeelden. Anders ben je stuurloos. Als jij niet kan aanwijzen, ik wil daar, ik wil, hij inspireert me. Dat is, misschien heb je een roeping voor de zakenwereld. Dan hoop ik dat je bijvoorbeeld hebt christenzakenmannen die God op de eerste plaats zetten in hun zaak. En dat je zegt, dat is een voorbeeld van mij.
Misschien ben je heel creatief en heb je mensen in je wereld nodig die creatief zijn en de Heer Jezus lief hebben en zeggen, met mijn creativiteit is dit de manier hoe ik hem dien en noem maar op. En hij zegt met tranen in mijn ogen, en dan zeggen die christenen die niet willen lijden, zijn vijanden van Christus. Voor hen komen eten en drinken op de eerste plaats. Ze zijn trots op de dingen waarvoor ze zich zouden moeten schamen. Ze kiezen voor het aardse leven. En zij zeggen, laat dat ook een voorbeeld zijn wat je niet wil. Wees geïnspireerd door voorbeelden in je leven. In 1 Korinther 11 vers 1 wordt mijn navolgers zoals ik Christus navolg. Kijk hoe Paulus probeert Jezus zo goed mogelijk te volgen. Paulus, hoe doe je dat, Jezus volgen? Hoe doe je dat? Hij zegt, volg mij maar na. In Korinther 4 zei hij het ook in vers 16. Ik vermaan u dus, volg mijn voorbeeld. Hij was best wel, volg mijn voorbeeld. Hij wist hoe belangrijk het was om voorbeelden te hebben, voorbeelden te tonen die mensen kunnen volgen. In Hebreeën 13 vers 7, houdt uw voorgangers in gedachtenis die het woord van God dat u hebben gesproken. Let op het eind van hun wandel en volg hun geloof na. Ja, jaren geleden zei iemand tegen mij, gewoon in mijn gezicht, ik heb echt moeite als jij tegen mij zegt, volg mij. Maar hij zei, ik heb daar lang over nagedacht. Ik volg alleen Jezus, ik volg helemaal niemand verder. Maar toen las ik dit. Oké, Erold, ik volg jouw geloof na. Ik zei, oké. Als dat werkt, heel bijbels. In ieder geval volg je iets. Je hebt een voorbeeld. Kom ik over. En sommigen zitten na te denken, ja, wie volg ik eigenlijk? Wie volg ik in het volgen van Jezus? Wie is mijn voorbeeld? Welke voorbeelden heb ik nodig? Heb ik in mijn leven? Heb ik ze en heb ik ze niet? Moet ik ervoor bidden? In Romeinen 12 vers 10 staat, wees in broederliefde, elkaar genegen, eer, betoon elkaar ten voorbeeld. Dit is niet alleen leiderschap, maar dit is onderling ook. Wees elkaar ten voorbeeld. Misschien heb je iemand of een paar mensen in je leven die qua karakter zo op Jezus beginnen te lijken. Zo mooi en zuiver. Mensen die wijs zijn in communicatie. Mensen die dat je denkt, ja, dat is gewoon een voorbeeld voor mij. Op die manier, zo wil ik groeien, daar wil ik naartoe. De Bijbel zegt, heb voorbeeld. Neem elkaar zelfs ten voorbeeld. In 2 Timotheus, neem tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij hebt gehoord. In het geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat u is toevertrouwd. We kennen dat verhaal natuurlijk van Timotheus en Paulus. Ik geef je voorbeelden, Paulus, en volg dit. En zorg op jouw beurt ook weer dat je dat toevertrouwt aan andere mensen. Ik ben een voorbeeld, jij bent een voorbeeld. Als jij volgt, dan zullen anderen jou weer volgen. Hier staat het in 2 Timotheus 2. Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de Heer. Wat gij van mij hebt gehoord onder vele getuigen, vertrouw daartoe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen weer te onderrichten. En leid met de anderen als een goed soldaat van Christus. In de Bijbel, in gewone taal, staat daar, je moet als een goede soldaat van Christus vechten voor het geloof. Dat betekent dat ook jij zal lijden. Er is een heel gedachte idee waar ik steeds mee bezig ben. Mensen willen wel groeien, maar ze willen niet de pijn. En dat is volkomen begrijpelijk. Ik wil ook groeien, maar niet de pijn. Wie wil er nou pijn? Niemand wil pijn. Maar er is iets waardoorheen ons pijngrens wordt verhoogd en dat je gebied wordt vergroot. Je invloed, je leiderschap, je zegen die je mag verspreiden. Wist je, iemand zei dat er tussen, ik weet niet of dat ergens, tussen 1 Timotheus en 2 Timotheus, dat er 30 jaar tussen zit. 30 jaar, zei iemand. Ik kan dat nog niet ergens bewijzen, maar er zat zeker tijd tussen. En als je dan 2 Timotheus leest, dan is de toon een beetje anders. Dan zegt Paulus dingen als, Timotheus, de gaven die in je, wakker de gaven in je aan, die de Heer in je heeft gelegd, met een profetisch woord enzovoort. En het lijkt alsof, als het 30 jaar is, dat jaren later, dat Paulus opnieuw tegen Timotheus moet zeggen, kom op Timotheus. Bijna een beetje, waar was de Timotheus toen ik de eerste brief schreef? Je enthousiasme, je vurigheid. Ja, er zijn een paar dingen gebeurd ondertussen. Er zijn een paar tegenslagen geweest, een paar teleurstellingen geweest. En dan zegt Paulus, dan schrijft hij zijn tweede brief aan hem. En dan zegt hij, hou vast Timotheus, ga door, dien de Heer.
En dan spreekt hij heel positief over Timotheus in 2 Timotheus 3. En dan staat het vers 10. Ik lees hem uit die Bijbel in gewone taal. Timotheus, jij houdt je altijd aan mijn uitleg. Je volgt mijn voorbeeld, je leeft net zoals ik. Je probeert hetzelfde doel te bereiken. Je volgt mijn voorbeeld. Waarin dan? Mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde. Ook jij geeft niet op. Je bent vervolgd, je moet lijden. Net zoals ik vroeger in Antiochië, Iconium, Lystra heb geleden. Ja, ik heb veel ellende moeten verdragen, maar elke keer heeft de Heer mij gered. Alle mensen die bij Jezus Christus horen en daarom willen leven zoals God het wil, zullen vervolgd worden. Net hebben we gelezen, zullen lijden als een soldaat. Weet je waar je een voorbeeld nodig hebt? Als het moeilijk wordt, dan heb je echt een goede voorbeeld nodig. Als je lijdt om Christus wil. Als je hele familie niet snapt dat jij elke zondag naar de kerk gaat. Als jouw misschien collega's of mensen, hoe dan ook, in je wereld je belachelijk maken. Ga jij nog zeggen, geloof jij dat allemaal? Dat geloof je toch niet echt? Adam en Eva, ga je het niet geloven? We leven in een moderne wereld. Hallo, zit jij nog steeds met die neus in die Bijbel? En wat de vervolgingen ook zijn. Of misschien als je een team, je hebt een connectgroepje en een team. Je bent een beetje aan het bouwen. En er gebeuren dingen. En mensen staan tegen je op. Waar je het helemaal niet van verwacht. Reageren heel anders dan had verwacht. Mensen die, Jezus zei het, hè. De ene dag is het Hosanna, Hosanna. De andere dag is het, daar zaten niet jaren tussen, hè. Kruisig hem, kruisig hem. Soms is er een dunne lijn tussen degene die zeggen, ik hou van je, ik sta naast je, ik ga met je mee. En niet heel lang daarna totaal andere keuzes maken. En dat is lijden, broeders. Dat is lijden. Dat is lijden. Maar de Heer heeft ons gewaarschuwd, dat zal gebeuren. En iedereen zal het overkomen, vroeg of laat, als je als een soldaat voor Christus, het Koninkrijk van God, wil zien baanbreken. Dus hij zei, Timotheus, je hebt gezien hoe ik heb geleden. Je hebt gezien hoe ik er doorheen ben gegaan. Je hebt gezien mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde enzovoort. Ik gaf niet op en dat is een voorbeeld voor jou. Het is een voorbeeld voor jou. Als het moeilijk wordt, beste kerels, dan juist heb je voorbeelden nodig. Die daar doorheen zijn gegaan. Die jou kunnen helpen. Ik snap je en dit is hoe God je er doorheen kan halen. Ik zal naast je staan voor je bidden. Ik zal je bemoedigen. En jij bent in Christus meer dan overwinnaar. Ook al lijken dingen soms heel anders te gaan dan je had gehoopt. Je hebt voorbeelden nodig. Iedereen wil groeien. Ik weet het, zeker iedereen hier wil groeien. Anders zat je met 30 graden niet hier in een kerk. Complimenten. Ja. Maar, applaus voor jezelf, zoiets. En we snappen elkaar ook helemaal, beste kerel, als je zegt, ik wil alleen de pijn niet. Nee, dat klopt. Maar is er een andere weg? Ik ben bang van niet. Ik heb er lang over nagedacht. Zelfs de Heer Jezus riep het uit in Gethsemane, is er een andere weg? Maar Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het werd onze redding, zijn pijn. En er is aan de overkant van die pijn. De pijn blijft niet de rest van je leven. Het zijn seizoenen waar je doorheen gaat. En dan is er weer een nieuw stuk land. Dan is er weer een nieuw stuk beloofland. Dan is er weer een nieuw stuk zegen. En een nieuw stuk belofte. Geloof je dat? Punt 2. Ik heb maar 2 punten en 35 seconden. Jouw gaven. Romeinen 12. Ken je dat rijtje Romeinen 12? De genadegaven. Er staan 7 gaven in. Ik sta over om het voor te lezen. Ik noem alleen maar, hebben we daar een Oh, ja. Dat is ook leuk. Even tussendoor, hoor. Nee. Ik doe niet alles. Nee. Tijd is om. Had ik dat lijstje aan de biemen gegeven, de 7 gaven? Yes. Die staan in Romeinen 12, hè. De ken je wel. En er is ook iets wat jou weer volgt. Want jij volgt mensen en voorbeelden. Maar er zijn ook mensen die kijken steeds meer naar jou als voorbeeld. Toch? Zo gaat dat. En één ding wat mensen volgen is je gaven, je genade gaven. Dus ik wil je aan het eind van mijn verhaaltje gewoon even bemoedigen met die gaven. Profiteren, boodschap van geloofsopbouw. Sommigen zijn daar goed in. Sommigen zijn goed in dienen. Gewoon een goede tweede man. Weet je hoe kostbaar een goede tweede man is? Man, als ik niet een paar mensen om me heen had die gewoon zeiden, ik neem het op, ik pak het op, ik regel het. Dan hadden we dit nooit kunnen doen met elkaar vandaag. Zo belangrijk. Dienen is niet, dan ga ik wel dienen. Nee, dat is voorbeeld van Jezus. Hij was de grootste dienaar.
Hij kwam als een dienaar. Er is niks min aan dienen. Onderwijzen, mensen die uitleg kunnen geven over wie God is. Onderwijzen hoe God het bedoeld heeft, de principes die God bedoeld heeft. Vermanen, anderen oproepen om vol te houden. En hen echt gaan steunen. Heb je zo wel eens vermanen gelegd? Vermanen en bemoedigen liggen in de grondtekst heel dicht bij elkaar. Het gaat over, ik wil je bemoedigen, oproepen om vol te houden. Als het moeilijk is en ik wil je steunen. Is er iets wat ik voor je kan doen? Ik zal zeker voor je bidden. Maar is er iets, als je het moeilijk hebt, geef me een belletje. Ik ben er voor je. Dat is vermanen. Veel mensen hebben die gave om dat te doen. Mededelen. The gift of giving. Sommige mensen hebben gewoon helemaal het goed in het leven, ook financieel. En een van hun gaven is om uit te delen, om het koninkrijk van God te financieren. Mogelijk te maken om kerken te kopen, kerken op te knappen enzovoort. En geluidsinstallatie te kopen en noem maar op. En dat is een van de gaven die God geeft. En hier staat nummer 6, onderwijzen. Dat klopt niet, dat is 2 keer onderwijzen. 3 en 6, nou ja, en barmhartigheid. Met plezier iets geven. Je geeft graag. Je geeft tijd, je geeft liefde. Nou, dit is de interessante gedachte. Ik zeg het gewoon voor degenen die dat leuk vinden om te horen. 7 graven. En als je, stel je voor, als je 100 deelt door 7, kom je op 14. En zou het kunnen zijn, dit is natuurlijk niet helemaal gelijk, hè, maar God die verdeelt dat in zijn lichaam. Dus als je een kerk hebt van 100 mensen, zijn er dan iets van 14 mensen ongeveer die geroepen zijn voor leiderschap. Zijn er 14 mensen die speciaal geroepen zijn om echt te dienen, te bouwen? Zijn er 14 mensen ongeveer, hè? Die speciaal geroepen zijn om financieel extra bij te dragen. Ik vind het een inspirerende gedachte. Ik weet niet of je nou precies, weet je wel, gedeeld door 7 moet doen. Maar begrijp je wat ik bedoel? Er is iets, één van die, van dat rijtje, waar jij goed in bent. Speciaal goed in bent, wat de Heer je gegeven heeft. En als je daarin gaat groeien, zullen mensen jou volgen, want dat is de hand van God op je leven. Dus conclusie, wie volg je en wie volgt? Ik hoop dat je Jezus volgt. Ik hoop dat je bij mensen in de Bijbel heel inspirerend vindt voor jou als voorbeeld. En ik hoop dat je bij mensen in je leven hebt die voorbeelden zijn, een beeld voor jou stellen als voorbeeld voor jou. En ik hoop dat, omdat je aan het groeien bent in de gaven en de gunsten, de dingen die God op jouw leven heeft gelegd, dat andere mensen jou weer volgen. En zeggen, zoals Hij geeft, zoals Hij dient, zoals Hij leiderschap geeft, zo wil ik ook worden. Wie volgt? Vader, dank u wel, Heer, dat u deze mannen allemaal bij elkaar heeft gebracht. Heer, en er is op ieder van ons uw belofte, uw zegen, uw gunst en een hoopvolle toekomst. Heer, u roept ons allemaal als een soldaat te zijn, mee te bouwen, mee te vechten. En ik bid voor elke man hier die in een moeilijk seizoen zit op dit moment. Geef hem voorbeelden. Mensen in zijn leven die er doorheen zijn gegaan en er beter uit zijn gekomen aan de andere kant. Die kunnen zeggen, ik snap je, maar dit is wat er aan de andere kant ligt. Ik ben daar geweest en ik weet het, ik ken de weg. Volg mij, zoals ik Christus navolg. In Jezus' naam. Amen. 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 Amen.